Wil jij ook effectiever vergaderen? In deze video 3 tips om effectiever te vergaderen. Een goede voorbereiding, de waarom-vraag, de wat-vraag en uiteindelijk een goede actie- en besluitenlijst. Maak van je vergadering een nuttige tijdsbesteding. De meeste mensen bereiden zich niet of nauwelijks voor op een vergadering. En dat is jammer, want dan moet je ter plekke alles improviseren en dat is hard werken. Het is verstandig om je voor te bereiden en te vragen: wat is het doel van deze vergadering? Wat is mijn doel in deze vergadering? Wat zou het doel van de anderen zijn? Wat wil ik inbrengen? En wat zouden andere partijen graag willen inbrengen? De tweede tip om je vergadering effectiever te maken bestaat uit 2 vragen. De waarom-vraag en de wat-vraag. Het zijn vragen die je kunt stellen als deelnemer, maar eigenlijk ook zeker zou moeten stellen als voorzitter van de vergadering. Waarom deze vergadering en waarom dit agendapunt? Vervolgens, wat vraag ik nu aan deze mensen? Wat moeten ze doen en wat wil ik aan het einde van dit agendapunt bereikt hebben? Door deze 2 simpele vragen te stellen, of als deelnemer, maar zeker als voorzitter, maak ik de vergadering al veel effectiever. De derde tip is de actie- en besluitenlijst. Het is goed om vooraf al eens na te denken, wat zou die ideale uitkomst zijn en wie zou dat kunnen uitvoeren? En wie zeker niet? Vraag je af wie doet wat voor wanneer? En dat is eigenlijk de ideale opzet voor een actie- en besluitenlijst. Door aan het einde van de vergadering alle punten nog eens een keer op te sommen en de vraag te stellen wie doet wat voor wanneer, maak je de vergadering veel effectiever. Het is voor iedereen duidelijk wat er is afgesproken. Nog een extra tip. Als je die actie- en besluitenlijst rondmailt een paar dagen voor de volgende vergadering, dan weet echt iedereen wat is afgesproken voor welke datum. Dus de 3 belangrijkste tips voor een effectieve vergadering zijn: 1. Een goede voorbereiding. 2. Stel de wat- en de waarom-vraag als deelnemer of als voorzitter. En 3. Zorg voor een goede actie- en besluitlijst. Wie doet wat voor wanneer? Met deze 3 tips is het gegarandeerd een effectieve vergadering. Vind je deze tip de moeite waard? Dan kun je ons hier liken. Wil je efficiënter en effectiever vergaderen, dan kun je je hier abonneren op ons YouTube-kanaal.